Het aangegeven begrotingstekort van ruim 1,9 miljard SRD door president Santokki klopt niet, zegt Winston Ramotasing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. De regering is van plan om in 2022 19,1 miljard SRD binnen te halen, wat 8,8 miljard meer is dan het vorig jaar. Ramotasing vraagt zich af wie dat gaat betalen. Ook aan de uitgavenkant zijn er vraagtekens. Maar ze gaan 26,7 miljard uitgeven. 5,4 meer dan vorig jaar. Anders gezegd, ze ontvangen extra money. Dat geeft een tekort van 7,5 miljard. 7,5 miljard. En 1,8. 7,5 miljard. En dan zegt men, waarvan gaan we 5,6 miljard lenen? Dus het tekort is maar 1,9 miljard. Maar dat is niet waar, want wat je gaat lenen, kom je tekort. You know, our money. In Goleni, dus je gaat samen 5,6 lenen. En je hebt nog een tekort, dat moet je ook gaan lenen. Dus je gaat 7,5 miljard meer in die samenleving pompen dan we verdienen. Met deze cijfers zou het begrotingstekort niet op 2,6%, maar op 10,4% komen te staan. Wat op zich wel een verbetering is van het jaar daarvoor. Ramotasing zegt verder dat in tegenstelling tot wat president Santokki zei in zijn jaarrede, er deels wel monetair is gefinancierd. Het gaat om 407 miljoen SRD aan monetaire COVID-steun. Het geld dat niet wordt gedrukt, wordt geleend. Ramotasing vindt dat de regering niet op grote voet moet leven. Er moet minder uitgegeven worden, want ik bedoel, we zijn solidair. We begrijpen, moeten we uit de crisis komen. Maar moeten wij betalen voor die Hollanders die geen visa meer hoeven te betalen? Ik bedoel, ik zeg, mijn familie hoor, ik vind het ook leuk. Maar maak de paai voor de visum toch. En haal die visumplicht weg. Maar zet een diaspora belasting erin in plaats daarvan. En laat ze dat extra geven uit solidariteit. Want ze hebben meer dan wij. Laat hun betalen. Laat ook geen cadeautjes uit gaan delen aan anderen. Tweede. Moeten wij blijven al die volgauto's van die ministers te betalen? Moeten we blijven die hoge telefoonrekening? Ik schaam me dood dat ik voor die telefoonrekening moet betalen van die minister. We moeten zorgen dat we beter bestuur hebben, transparanter bestuur. En als ministers fouten maken, moet je ze naar huis sturen. De VES-voorzitter zegt dat de regering weinig adviezen heeft overgenomen. Die zijn gegeven ten aanzien van het herstelplan. Eén advies dat wel is meegenomen is het loslaten van de koers. Ramotasing hoopt dat de regering alsnog overweegt om de adviezen van de VES over te nemen.